Ik heb een hele mooie jurk aan van Arie van de Kromme Akker. Dus ja, helemaal blij. Ik voel me echt heerlijk. Ja, nou, ik heb mijn haar wel een beetje in Ibiza-stijl gedaan. En hij is ontzettend doorschijnend. Dus hij is een beetje sexy, wat zo ook als mijn rol. Dus ik heb er wel een beetje over nagedacht. Ja. Arie van de Kromme Akker. Ik ben samen met Mardi daar geweest. En ik heb heel veel jurken gepast, maar deze was meteen fantastisch. Dus ik dacht voor mijn filmpremière ga ik lekker over de top. Echt in een geweldig gave jurk. Dus ja, dat hebben we gedaan. Dit is van Johanna Ripplinger. En dat is een ontwerpster uit Parijs. Dus ze wordt nog niet in Nederland verkocht. En zij maakt alles fair trade en eerlijk. En deze jurk is bijvoorbeeld geverfd met de restanten van bloemen die aan de tempel worden geofferd. Dus het is allemaal helemaal zo eerlijk en multifunctioneel mogelijk. Ik heb mijn schoenen zijn van meester Roberta en mijn jurk ook. En deze zijn van Vlieger en Van Dam. Ben ik heel blij mee. Wie kent het niet? Geweldig. Nee, mijn jurk is helemaal vintage uit een shopje Londen. Dus van wie geen idee. Lekker uit een klein shopje weggevist. En voor mij. En mijn schoentjes zijn van, die zal ik ook even tonen. Die zijn van de Zara. En het tasje ook. Dus, en de sieraden, dat is wel heel leuk. Het is van JK Jewelry. En dat is nu helemaal hip in Hollywood. Iedereen schijnt ermee te lopen, dat is mij verteld. Hè? Dus ik ben erg blij dat ik ook de kans kreeg om voor deze première de sieraden te mogen draaien.